Hallo? Nou jongens, hier hebben we dan 3 uur over gedaan. Ik ga stempelen! Dus ik wou remmen en ik was in paniek. Ik dacht, oh my god, oh my god. Good morning bitches, welkom bij een nieuwe vlog, een nieuwe, wow jezus, een nieuwe dag vanuit Marrakesh. Dit is dag 2, gisteren zijn we hier natuurlijk geland en vandaag hebben we dag 2 waarbij we een kookcursus gaan doen en we gaan op de quad rijden door de woestijn, dus dat is echt fucking ziek. Lieke en ik zijn net klaargemaakt. Dit is onze kamer, het is echt nu een fucking mess. Dit is Liki. Morning. En we gaan nu naar boven, de meiden slapen allemaal boven verder. Oh, de deur is nog op slot natuurlijk. Ik denk daar. En dan gaan we lekker eten, want dat zit bij deze riad. Je moet trouwens echt, als je in Marokko zit, echt bij een riad gaan slapen. Want het is echt zo mooi. Kijk even, als je naar boven loopt, is dit dus hoe het eruit ziet. Is toch mooi. Hier slapen de anderen. Maar die zijn denk ik al boven. Oh, daar zitten ze. Good morning. Kijk nou. Dit is toch schattig. Nou, eet smakelijk, dames. Nou, de thee wordt weer ingeschonken. Dit is toch geweldig. Hoe cute. Kijk hoe schattig. Dit is dus het handvat, zodat je je hand niet verbrandt. Oké, we hebben het ontbijt erop zitten. Was heel lekker. En het personeel is ook super aardig. We gaan nu een kookworkshop doen. En dat hebben Noor en Esmee geregeld. En dan gaan we leren hoe je een echt goede tagine maakt. Dus dat is leuk. En gisteren hebben we al een tagine gehad. En dat was heel erg lekker, dus I'm excited. Ben je ook excited? Ja, echt heel veel zin in. En het is nu oh, nou ik wou net zeggen dat het nog rustig was, want we geen scooters reden, maar... Moet je nooit zeggen. Het is gejinxed, ze komen er weer allemaal aan, dus ik stop weer. Ik heb echt 4. Ja. Oh. Oké, we zijn aangekomen bij waar we de cursus gaan doen. Yay! Ik wou nog even vertellen, ik ben dus vannacht wel wakker geworden van het bidden. Esmee ook, hè? Ja. Maar we sliepen in een andere kamer. Maar je hoort het wel. Om 6 uur tot 6:15. Of 6:15 of zo was het, hè? Ik heb geen idee. Ik heb er niet op gelet. Ik wel. Ik ging nog even appen. Ik zei, ik ben wakker. Maar goed, we gaan nu dus die kookcursus doen. Dit is degene die onze kookworkshop geeft. En we gaan nu dus eerst allemaal verschillende kruiden kopen die we dan kunnen gebruiken tijdens de workshop. Nou, we gaan hier nog eventjes olijven halen. Heel lekker. Dit ziet er echt niet normaal lekker uit. Dit is iets minder mooi, maar ik vind dus wel dat jullie dat ook even moeten zien. Er hangt hier dus gewoon allemaal dode vlees. Ja, het is logisch dat het dood is, maar het is wel... Nee, oké. Okay. Kijk hoe leuk. We gaan hier nu zelf onze eigen groentes in een bakje doen. En die gaan we kiezen. Hier is ook nog. We zijn net op de plek. Kijk even hoe mooi. We zitten hier met z'n allen aan een lange tafel. En hier gaan we zo meteen koken. Haliki! The first one, and then the second spoon. If I put more tea, that's going to be stronger and a little bit bitter. So, okay, so like this. Take the good ones. Okay, dus de munt is gewassen en dat gaat nu in de pot. Ik ga stuk. Hij zegt, hoeveel blokjes willen jullie? Ik zei, dat is normaal. Doet hij gewoon 2 zulke dikke blokken erin. I think 2 then, maybe? No, I don't know how sweet you like it. Just the full experience. Yeah. Okay, the Moroccan way. Yeah. That's okay. Ze schenken dus zo hoog, zodat het allemaal goed mixt. Past gewoon bijna niet eens op de camera, zo hoog. Wat een spektakel. De groenten zijn er. Hoe lekker ziet het eruit. Oké, we hebben de stoelen even weggezet. En nu is het showtime, jongens. We gaan koken. Leuk. Koek, koek. You can say hi. You can go. Hallo. Ik zeg dat het hakken bent. Zo. Ja, zo. It's perfect. Yeah, now it's fine. Yeah. So Hassan is going to do all the stuff. Okay? Okay. Just wait for him to tell you what to do. Okay. Do you want me to? Oh, yeah.
Leuk, we gaan de aubergine grillen. Oké, we hebben alles gesneden. En nu gaan we de tagine maken. Deze is met this kip. This one, it will be a lot of onion. That onion, it will be gone, you know. Mm. Juicy. We zitten hier allemaal te huilen door deze ui. Ik ga stuk. Yeah. Oké, de kip is gekruid. Heel veel ui eroverheen. Tomaat en rozijnen. Again, en nu? So because we have to put again the same spices on the top. Oké. Schattig, hij liet het zien. Hoe leuk, hij heeft zijn bovenkantje erop en nu gaat hij op het vuur. Dat uitje daar? Oh, pakt hij gewoon met één hand. You strong. Nou, wat leuk. Mag even roeren. Roeren. Zo iets. This is good. Yes. En dan eroverheen? Kan je smellen? Oh, lekker. Ja. Ja. First the carrot. Both together. Yeah, first carrot, then you put. Oké. Okay. Carrot is almost. De raadkruid. We weten even niet zo goed wat het is. En die moeten nog even wat kleiner. Nou, het ziet er echt wel goed uit, meiden. Yay! Nou, de potato. More passion, more energy, more footwork, more passion, more energy. Oké, we hebben hier gefermenteerde limoen en we gaan het dus even proberen. Met heel veel zout. Ik bedoel citroen en niet limoen. Oh, het is heel groot. Het ligt aan mij. Ja, wil je nog mini? Wacht, wacht. Heel zout. Die combinatie is grappig. Oh, nee. Het is heel, heel zout. Heel zout. Het is niet thee. Oké. Normally the tagine should be have a hole in here. Oké. So all the steam can go yeah. out. So basically when you're making this, you don't need to add sauce. Because all the sauce comes from the onions and the tomatoes. Oh, nice. Oké, deze kip zit allemaal kruiden, smaken, ui en weet ik het wat in. En nu gaat er nog even water bij. En dan gaan we het op het vuur zetten. Alleen aan de zijkant. Ik ga stuk. Dat is zo langs de zijkant. Ja, dat gaat mee. En dan gaat het daar slim. Kijk even, dit is de eerste. Die ziet er nu echt goed uit, hè? Maar yo. En dit is de tweede. En nu zijn we ook nog paprika's aan het grillen. Where are we gonna use this for? For tektuka is a salad. Oh, voor de salad. Oké. Okay. We moesten ze door de helft doen. En het moet dus niet zo, maar het moet zo. Als je dit wilt namaken, dan kun je het goed raspen. Grappig, hè? Oké, dit zijn dus geraspte, of hoe noem je dat? Ja, geraspte tomaat. Klinkt een beetje raar, maar oké. Okay. Ja. Met allemaal verschillende kruiden, olie. En nu gaan we het roeren. En dit wordt een saus. Voor de gehaktballen en de aubergine, toch? Ja. Oké, gelukkig. Weer een tussenstap, maar dit is nu even alle kruiden erop. En met twee pepers erbovenop. En nu gaan we dit... Are we gonna bake this? We zijn hier aan het koken en Frey zegt me hier toch iets? Kijk, het vlees ziet er goed uit. En wij zijn allebei vegetariërs. Dus als wij het zeggen, dan is het echt zo. Ja. Dus Frey zegt opeens, misschien ga ik het wel proberen. Ja, apart, ze weet het nog niet zeker. Ik moet even over nadenken. Ja. Maar misschien. Ja, de gehaktballetjes zijn gedraaid. Die komen in de tomatensaus. De kip is ready for the presentation. En dit? En wat gebeurt hiermee? Dit is aubergine. Met tomatensaus en daar komt nog, wat is dit, die citroen? Ja. Oh. Oh my god. Het ziet er echt lekker uit, hè? Het kookt gewoon nog. Ja. Oh, daar zit die ei bij. Ja. Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou jongens, hier hebben we dan 3 uur over gedaan. Laat het ons smaken. Kijk één keer hoe lekker. Oh mijn god. Dit ziet er ook echt mooi kleurrijk uit. Wow. Nou, dit ziet er toch echt lekker uit. How do you say lekker? Saha. Saha? No, benin. Lekker. No, how do you say eet smakelijk? Good. Have a nice dinner. Wat? Sahar Dekkum? Oeh, oké, Sahar Dekkum! Eet smakelijk! Het is echt niet normaal lekker. Wat vinden jullie ervan? Heerlijk. Echt lekker, hè? Heerlijke kruiden, zelfs dat ei is gewoon perfect. Terwijl dat er later nog bij is gezet. Gegooid. Heerlijk. Marcia had even een stukje van deze peper gehad. Eindstand. Hele mond in de fik. Maar toen proefde ik niks, dus ik dacht ik kan het aan. Maar toen zaten de zaadjes nog niet. Ja, toen is het heel erg, hè? Ja. Maar ik heb wel erg gehad, dan moest ik echt huilen. Oh!
Nee, dat is nu niet gelukkig. Goed, nou, Lieke is echt gek. Ja. Omdat Marcia pijn heeft, zegt Marcia, kan iemand anders niet ook? Ik echt heel lief. Gaat ze het nu toch doen? Ik echt lief. Ah, oh, fuck man. Maar wat dacht je? Je ziet haar strijden. Is het er allemaal open? Open gebeurd in je neus? Nee, dat niet. Maar het is wel pittig. Daar ligt nog brood. Ik ben ook wel. Ben je ook benieuwd? Ja. Nou, wat is dit voor een proeverij? Een heel klein stukje in mijn hand. Niet het zaadje. Deze meiden zijn die voeten al, hè? Ik heb het niet al. Heb je al een hapje genomen? Nee, ik heb dat alleen maar op mijn tong gelegd. Mag ik kijken? Laat het ruiken. Oh, ik ruik het zelf. Oh, dit is echt heel raar. Free gaat het nu ook doen. We zitten echt groepsdrugs uit te oefenen op iedereen. Groepsdruk, groepsdruk, groepsdruk. Daar gaat ze. Nou, even 2 seconden wachten. Nou Noor, nu jij nog. Ik ook niet hoor. Nou, wij komen terug in de kamer en ze hebben het hier zo netjes gemaakt. Alleen het erg is, wij wisten niet dat ze dat gingen doen. Dus we hadden echt een tyfuszooi. Ja. En nu hebben ze het zelfs allemaal netjes in de koffer gelegd. En ja, ik ga stuk. Dit is toch schattig? Ja. Kijk hoe netjes. Heel cute. Oké, ik zal nog even vertellen hoe het was. Want we hadden dus een kookworkshop bij Cook in Marrakesh. En het was echt zo leuk, zo lekker en heel goed uitgelegd. Best ook wel uitgebreid of zo. Of hoe noem je dat? Ja, veel info zeg maar. Het was niet zo van, nou jij doet dit, jij doet dat, tak, tak, tak. Maar gewoon echt ja, heel uitgebreid en super vriendelijk. Was echt leuk, hè? Het was heel leuk. Dat is een aanrader. Dus als je in Marrakesh bent, ga daar zeker even heen. Was trouwens ook fucking lekker. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. Genoeg vega opties met kip, vlees, gehaktballetjes, alles. Dus dat was heel erg leuk. En nu gaan we ons even omkleden. We hebben nog 1/2 uur, 3 kwartier om te chillen. En dan moeten we 3:15 naar een ophaalpunt lopen. En daar worden we dan opgehaald om naar de desert te gaan. En daar hebben we ook heel veel zin in. Dat hebben Lieke en ik georganiseerd. En ja, daar gaan we dus zo meteen naartoe. En dan gaan we op een quad rijden. Je kan kiezen of je op een kameel wil rijden of op een quad. Oh, trouwens, wat ik nog wel moet zeggen. We gingen dus eerst naar de markt. En het was daar echt voor locals. Het was in ieder geval, ja, het was niet westers. Het is wel heftig of zo. Er was op een gegeven moment een karretje met allemaal hele dikke, lelijke kippen. En op een gegeven moment, 5 minuten later, of misschien niet eens 5 minuten later, reed diezelfde kar. Echt een lucht kwam daar vanaf, weer leeg terug. En dan even later weer met kippen heen en dan weer leeg terug. En dan wist je dus gewoon van, nou, die kippen worden nu geslacht. En ze zagen er niet goed uit. Dus dat is wel heftig. Maar ja, het is wel hoe het is. In Nederland gebeurt het ook natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Het is wel heftig om dat allemaal zo te zien of zo. Gewoon op straat. En allemaal verschillende geuren, getoeter, heel erg druk. Ik kan daar ook echt niet vloggen op straat, want het is echt fucking druk. En je moet gewoon opletten. Dus dat is misschien nog wel goed om even erbij te vertellen. Goed, we gaan nu even lekker chillen. En omkleden en dan naar de desert. Zin in. We zitten in de taxi naar de desert. Daar komt ie. Oké, we zijn aangekomen in de desert. Het is vooral heel veel stenen. En we hebben het al een beetje kamelen gezien en kwads. Maar we moeten volgens mij nog 10 minuutjes en dan zijn we op de plek waar wij moeten zijn. We zijn hier even lekker foto's aan het maken. Kijk dan, de zon wordt gewoon tegengehouden door alle stof hier. Bizar, hè? Cute! Ja. Maar god, we zitten gewoon op de achterkant van deze auto. Jongen, dit is er niet oké. Ik ga helemaal stuk om deze situatie. Hold on! Ja, we go! Yay! Mag ik zien? Oh, wel vet of zo. Ja, leuk hè. Hoe vinden we het? Wel cool. Heel cool. Ik hoop vooral dat dit ding goed dicht zit. Dat was echt de most bumpy ride ever. We zijn nu aangekomen bij de plek waar we gaan quad rijden. En we kunnen hier nog eventjes plassen en zo. Hier gaan we volgens mij vanavond ook avondeten. Maar oh my god, ik ben helemaal
Ik weet niet eens wat ik ben. Wat voor woord? Het was zo heftig. Overrompeld. Het was, ja, overrompeld is echt het juiste woord. En verwilderd. Oh, jezus. Het was echt heftig. Ik dacht echt, als we nu omvallen met deze auto, zijn we gewoon hartstikke dood. But we're still here. Rise and shine, motherfuckers. Jongens, mijn haar. Oh, ik weet niet of je het ziet op beeld, maar het is gewoon grijs van het stof. Ik weet niet of je het ziet, maar oké. Okay. We zijn zo vies. Ja, echt niet normaal. Echt erg. Oké, we worden hier ontvangen met hele lekkere soort van koekjes en nootjes door elkaar. En hele zoete munthee, als ik eens moet geloven. Oké, we zitten nu allemaal op de quad. Wij hebben hier in ons eentje een uitgebreide fotoserie gehad. Ja. Ik ga eerst achterop bij Free. En dan zometeen gaan we wisselen en dan ga ik ook rijden. Zin in! We gaan gewoon quad rijden! Ja. Hij staat er niet aan trouwens. Nee, oh my god, wacht even. Ik ga proberen te vloggen, maar dat is geen goed plan, hè? Nee. He is really sweet. Parle français. Un petit peu. Frederik is speaking all languages. Yes. It's really... We're big friends. Yeah. Woo! Oké. Oké, nou, hij heeft een quad, dus ik heb wel eens quad gereden. Maar dan gaan we. Let's fucking go! We zijn gewoon aan het quad rijden! Oh my god! Oké, gassen, we moeten allemaal. Zo grappig! Spot. Heel mooi uitzicht. I love it. Oké, we zijn net afgestapt. Er is dus echt even wat gebeurd. Oh mijn god. We gingen dus opeens op een andere quad. Want goed, dus wij zaten op een quad zonder een handrem. En toen ging ik rijden. En toen reden ze voor ons. En toen kon ik niet remmen. Dus ik zag... Er was geen rem. Er was gewoon geen rem. Een voetrem. Maar wij dachten dat er een handrem zou zijn. Ja. Dus ik wou remmen en ik was in paniek. Ik dacht, oh my god, oh my god. En toen knalden we gewoon tegen Noornes mee aan. Ik heb gewoon aangereden. Het is toch erg? Ze heeft letterlijk 2 minuten op de quad gezeten. Ja, ik ben er weer gelijk vanaf gegaan. Ik dacht, laat maar zitten. Het gaat helemaal mis. Maar oh, het is was ook niet vies. Jouw fout. Nee, ja. En ik ben blij dat we niet de afgrond zijn ingereden. Omdat ze dachten dat we geen... Ja, dat had heel anders nog kunnen aflopen inderdaad. Ja, mooi. Maar goed, we zijn er net ervan af. Daar staan kamelen die ik even aan jullie ga laten zien. Kijk, de kamelen. En daar gaan nu deze mensen op rijden. Kapot zielig. Maar misschien hoort het wel zo hoor. Dat ze gewoon hiervoor bestemd zijn. Maar ik vind het toch een beetje zielig. Dus ja, ik ga het niet doen. Oh, het is heel zielig. Want ze moesten opstaan. En toen stonden ze op zijn voetje. En toen ging die geluid maken. Oh. Nee, dit vind ik silly. Het lijkt een beetje op een dino. Of ligt het nou mij? Wow. Het is nou wat ze bedoelen met Camel Toe. Ik vind het echt zielig. Die toe lijkt echt op... Ja. Dit is Marcia.
Wauw, kijk nou even hoe mooi dit is met die lucht. Die zon die ondergaat, het is toch prachtig. Oh my god. Mar zit vast met haar voet. Wij blijven hier. We zijn überhaupt nog de enige hier. Iedereen is weg. Kom aan, Loesu. Loesu is gewoon vast. Verlost. Oké, we zijn van de bergen nu hier naartoe gegaan. En nu gaan we hier wat eten en drinken. Wat leuk. Oh, dit is leuk. Wauw. Oh, wat leuk. Kijk hoe schattig. We zitten aan tafel. En we krijgen gewoon een privé optreden. Dat is toch lief. Oh, wat leuk. Dit is toch leuk. Dit is zo schattig. Nou, het vuurtje is aangezet. We hebben hier inmiddels brood met rijst en groenten gekregen. Het is helemaal vibe. Hij zit nu daar. Hebben we het nou zin? Ja. Ik ben heel gelukkig. Amen. Ja, we zijn allemaal blij. Heel blij. Ja. Blij, blij, blij. Blij, blij, blij. Groep, groep, groep. Inmiddels weer een tagine gekregen. Die is met kip. Hier weer couscous. En dan hebben we hier een vegetarische. Dat ziet er toch lekker uit. En hij is weer opnieuw begonnen aan zijn rondje. Hij is weer aan het zingen. Echt schattig. Nou, we zijn net klaar met eten en dan komt hier nog een hele show. Ik vind het geweldig. Wat leuk. Wat leuk. Oh my god. Lieke heeft inmiddels het hoedje gekregen van de danser. Oh, wat grappig. Lieke. Zit gewoon vlak bij zijn hand, hè? Hoe dan? Oh my god, hij is verder opgelopen. Wow. 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 Oh my god. Oké, het is inmiddels 12:15 en in Nederland zou het nu 12:15 zijn, oh mijn god. En wij zijn gedoucht en wel in bed. Het was echt een lange dag, maar een hele leuke dag. We hebben geskeurd. Ik heb Noor aangereden, echt heel erg, oh mijn god. En we hebben heel lekker gegeten en het was echt een spektakel met de, ja, hoe noem je dat, het eten, zeg maar, wat we daarna hadden. Maar het was heel leuk, toch? Ja. Ja, we vonden het leuk. Geweldig. Het was amazing. Dit vergeten we nooit meer, denk ik. Nee, nee, echt niet hoor. Nee. Het was ook apart dat het inderdaad gewoon midden in het niks was. Ja, er was helemaal niks daar. Met gewoon in één keer kwam besef zo van, we zijn gewoon in the middle of nowhere. Aan het dansen. Feest aan het vieren met elkaar. Ja. En mensen. Ja, en ze dansen ook heel grappig. Maar jullie hebben alles gezien, ik heb al veel te veel gevlogd, dus ik laat het even kort. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot morgen. Bye! Bye.